Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft een Memorandum of Understanding, MOU, getekend met GSD Innovations voor het bouwen van vuilverwerkingsinstallaties. GSD is een bedrijf dat in verschillende landen grote milieuprojecten uitvoert. Minister Patrick Pengel zegt dat de MOU handelt over twee projecten, namelijk de bouw van vuilverwerkingsplants op de vuilstortplaats Ornamiwo en de vuilstortplaats Tenikeri. Voor nu primair gefocust rond huishoudvuil. Dat is de grootste groep vuil dat aangeleverd wordt. Maar ook niet uitgesloten het ander grofvuil en industrieel afval. De vuilverwerking zal helemaal anders opgezet worden, zoals ik zei. En met name dat na het moment van aanleveren het vuil gesorteerd zal worden. En alle recyclebare producten zoveel als mogelijk uitgesorteerd worden. En het restafval op een milieuverantwoordelijke manier verwerkt zal worden via verbrandingsoven. Verder zal ook het afvalwater, het lekwater wat we kennen uit de pers, kraakpersauto's, maar dat dus in veel grotere hoeveelheden dus ook aanwezig is op de vuilstortplaats. En dat ook vermengd wordt met regenwater en uiteindelijk het risico er bestaat dat dit water doorlekt in het grondwater. Dat we ook hier aan een einde zullen brengen, dus door middel van inpakken of verpakken van het aangeleverd vuil. Pengel benadrukt dat Suriname het enige land zal zijn in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied dat vuil op zo'n manier verwerkt. Met de bijproducten van deze vuilverwerkingsmethode zal energie kunnen worden opgewekt. Hiermee kunnen wij meerdere vliegen in één klap slaan. En daarom is dit project zo uniek, zegt Pengel. Ja, wat zijn de eisen die we stellen? We kijken natuurlijk naar het milieu. En dat is de rode draad die door dit project gaat. Dat het de milieueffecten zijn van een vuilstortplaats die we proberen te tackelen. En daar tegenover stellen we dus maatregelen die het milieu moeten verbeteren. Dus recyclen, op een verantwoordelijke manier verbranden. Maar we kijken ook naar de uitstoot van zo'n verbrandingsoven. Er zijn Europese normen die we zullen hanteren. En zoals het nu ontworpen is, zullen we zelfs onder de Europese normen uitkomen wat CO2-uitstoot betreft. Dus dit project heeft een volledig groene stempel wat betreft de engineering en de uitvoering. De investering zal 100% uit het buitenland komen. En deze partners zullen $80 miljoen investeren in de plant hier bij Ornamiwo. En $75 miljoen in de plant in Ikeri. En het gaat de overheid 0 cent kosten. Dus wij hoeven helemaal met niets in te komen. Patrick Pengel, hij is minister van Onderwijs, van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak over de MOU die het ministerie heeft getekend met GSD Innovations voor het bouwen van vuilverwerkingsplants te Ornamiwo en Nikeri. De oplevering van de verbrandingsinstallaties zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.